De Anton de Krom Universiteit, ADEC, is nog niet zo ver om het instituut voor de opleiding van leraren over te nemen. Dit zegt de voorzitter van de BVL, ALS, Wilgo Valies. We spraken hem kort na een vergadering met de IOL-docenten op het universiteitscomplex. Volgens Valies geeft de universiteit zelf aan niet zo ver te zijn om deze zware operatie te dragen. De minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Lilian Ferrier, heeft gisteren de docenten ontvangen. Valies zegt dat nu nagegaan moet worden hoe de ontstaande problemen opgelost kunnen worden. Belangrijk is bij die incorporatie dat wat daaraan vooraf gaat, de voorbereidende werkzaamheden die gevoerd moeten worden. We denken aan het ontwikkelen van curricula en ook dus meer onderwijsinhoudelijke maatregelen die getroffen moeten worden of moeten worden voorbereid. Zodat wanneer je begint met die universitaire lerarenopleiding, dat alles in place is. En wat we dus hebben begrepen, is dat de universiteit nog niet zo ver is. En de universiteit geeft zelf aan dat er problemen zijn. Ze zitten zelf in een transitieperiode. En het is van belang dat voordat je zo'n vergaande maatregel treft of uitvoert, dat die zaken in place zijn op de universiteit. Valies zegt verder dat in de meeting gisteren duidelijk is komen vast te staan dat het ministerie dit besluit ondanks alles toch zal uitvoeren. Voor de bond is het belangrijk dat niet voorbij gegaan moet worden aan wat de ADEC-leiding zelf aangeeft. Ook moet niet voorbij gegaan worden aan de rechtspositie van de werkers. De BVL-voorman kondigt acties aan als de minister zich op het standpunt blijft stellen dat zij degene is die de beslissingen neemt. De minister is gisteren op een niet correcte manier, zich niet correct gedragen naar de leerkrachten, naar de docenten, zelfs beledigend. En wij zijn van oordeel dat dit niet de weg is, dit niet de manier is om met je werkers om te gaan. En men is daar ontstemd over. De minister is zo ver gegaan om aan te geven van zij bepaalt. Wanneer het gaat om het beleid, is zij die dat bepaalt en niemand anders. Dus in principe moeten de leerkrachten, moeten de docenten alles uitvoeren wat ze zeggen. Al is het niet goed voor de kinderen, of voor de mensen die straks op die instituten gaan participeren of zich gaan inschrijven. Zo werkt dat ding niet. Dus men moet een stukje respect opbrengen naar het veld. En wij zullen aanstaande vrijdag, of volgende week vrijdag, zullen we daartegen protesteren en we zullen actie voeren. Francisca Wongloising, student van het IOL, is teleurgesteld in het besluit van het ministerie om de school te incorporeren bij de ADEC. Je kan niet gewoon een school die al jarenlang bestaat gewoon afschaffen. Want eigenlijk ben ik het laatste jaar gaan ze dan druk op ons zetten. En dan misschien na 10 jaar, niemand gaat mijn diploma kennen van ik ben van het IOL. Gaan ze vragen, wat is IOL eigenlijk? En ik vind het ook erg, want mijn vriendinnen bijvoorbeeld die ook op het IOL willen komen, kunnen nu niet gaan studeren, want ze willen niet naar het ADEC gaan. Ze willen speciaal lerares worden. En het universiteit en het IOL is eigenlijk een groot verschil. Universiteit, daar ben je eigenlijk een wetenschapper. Maar we gaan om lerares te worden en niet om een wetenschapper te worden. Dus ik hoop dat de ministerie eigenlijk het beleid terugneemt, zodat het IOL toch blijft bestaan. Tot zover student Wongloising, die niet blij is met het besluit van het ministerie om het IOL te incorporeren bij de Anton de Krom Universiteit. Volgens haar geven ADEC-docenten op een hoger niveau les.